Voor, hè. Want ik weet nog dat ik achteraf dacht van ja, dan maar zingen, hè, als hobby. Ik zal u de exacte plaats tonen waar dan mijn leven is veranderd. Hier. Ik ging naar daar. En mijn knie ging naar daar. Zo. Oh. 13 augustus 1983, denk ik. Kruisbanden gescheurd. Meniscus naar de vaantjes. En voetbalcarrière ook naar de vaantjes. En ik ging altijd een voetballer zijn. Hè. Ik was een voetballer. Hè. Ha, ja. Oh. Ja. Ja. Dat is de enige vraag in heel mijn leven. Wat als? Dat is de enige vraag. Wat als dat moment niet was gebeurd? Dan waren we nu een portret van een voetballer aan het draaien. Oh, dan waren we nu misschien helemaal geen portret aan het draaien. Of toch niet van mij. Ja, ik weet het niet. Want ik weet nog dat ik achteraf dacht van ja, dan maar zingen, hè, als hobby. Dan had je nu een Delvaux-chacos bij, hè? Magnifiek, hè, mannen. Nog niks veranderd, hè. Het is hier nog niks veranderd. Amai. Heel lang geleden. Ik ben ook al lang weg uit Sint-Genesius-Rode, hè. Amai. Zo klein zal ik, jong. Ik denk dat er toen 300 man of zo zat. Of 350 man of zo. Pas op, het zat goed vol, hè. We waren heel blij. Het was goed geslaagd. 16 december 1984. Om 11 uur 's morgens, hè. Die zondagmorgen in Sint-Genesius-Rode davert het cultureel centrum op zijn grondvesten voor het grote debuut van Clouseau en Friends. Eén keer en nooit meer. Zoveel was toen al duidelijk. Het gemeentebestuur organiseerde altijd zondagochtend van die pianorecitals en koren. Maar altijd voor volwassen mensen. En ze wilden een keer iets voor de jeugd organiseren. We speelden Opzij, Opzij, Opzij van Herman van Veen. The Lies in Your Eyes van The Machines. Brussel van Johan Verminnen. Het was zo'n mikmak van Engels en Vlaams. Ik weet nog wel heel goed dat we zongen ook met heel veel. Bob zong, Chris zong, Hans Veerle zong, ik zong. Dus soms was het ook gewoon, ga van het podium, want je hebt niks te doen. En ook vaak backing, tweede of derde stem zingen. Maar dat was eigenlijk allemaal plezant, hè. Maar het is wel op basis daarvan, dat we met zoveel zongen, dat ik pakte een jaar of anderhalf jaar later, ik had nog een ander groepje waar ik in zong. Met allemaal vrienden van de humaniora-klas. En op een bepaald moment denk ik ook gestopt met Clouseau. Ja, we staan er toch met zoveel en we hadden toch geen optredens. En zangers genoeg, doe het helemaal. Ik zal ik met mijn groepje gaan zingen. Ik had twee groepjes. Nets. En als dat gestopt was, Cool Energy. En het een was met mate van de klas en de ander was met mate van het café. En zo was Clouseau eigenlijk al gespleet voor ze goed en wel waren begonnen. Tenminste, voor de jongste van de familie, Koen, was er na goed een jaar geen plaats meer. Want de beste zangstem, daar was iedereen het over eens, die behoorde toe aan Veerle Wouters. De eerste groep die de spits goed afboten is Clouseau. En zal het brengen... pretentieleuze, echtwo, vlomse, rock'n'roll, swing, al, asmonie, ambetantes. Ladies and gentlemen, Clouseau!
Toch verschijnt in de zomer van 1987 Clouseau met Koen op het podium van Martrock. Veerle werkt op dat moment in het buitenland voor Artsen zonder Grenzen. Daags na Martrock schrijft Chris haar een brief. Als we begonnen, dus donderdag 13 augustus om 19 uur, stond er vermoedelijk zo'n 2000 man verspreid over de markt. Veel volk van Ro en van Koen zijn school, enfin ex-school. Je wist toch al dat we Koen dan maar erbij gehaald hebben als zanger. Tussen haakjes voor de beweeglijkheid die Bob en ik niet hadden. Maar dat volk groeide snel aan tot vermoedelijk zo'n 6 à 7000 man. En blijkbaar vonden ze het niet slecht. We moesten bissen. En ook de pers vond het niet slecht. Bijvoorbeeld in de Humo stond, bijna al de andere Belgische groepen waren wel slecht. Hihi, schrijft hij dan. Dat had je niet verwacht, zeker. In mijn herinnering was ons Veerle de beste zangeres van de familie. Die zong Sade en zo. Smooth operator. Puur qua stem vond ik ons Veerle het beste. Ja. Nee. Dat is te veel eer. Ik kan wel zingen. Maar iedereen kan zegt het, dus het zal wel waar zijn. Maar ik had totaal geen podiumpresence. Heel verlegen. Ja, maar dat kon je aanleren. Hè. Als je onder Koen en onder Chris in het begin ziet, alstublieft. Ja. Ik denk niet dat het ooit toch iets zou geworden zijn. Als Veerle op dat moment doorgaat, dan is er misschien van jou nooit sprake. Als Veerle doorgaat op dat moment, dan denk ik dat ik nooit de zanger van Clouseau was geworden. Dan was zij de zangeres van Clouseau geweest. Ik dacht vroeger altijd dat ik leerkracht ging worden. We hebben een paar super toffe leerkrachten gehad in de lagere school. En dan weet ik dat ik op de schoolbanken zat en als ik die bezig zag, dan dacht ik, meester Wets was een fantastisch. Die speelde op toneel. Ik heb er trouwens samen nog toneel mee gespeeld hier op dat podium. En meester De Sutter, en er waren er echt een paar echt supergoeie bij. En ik dacht altijd van, dat wil ik later ook doen. Meester Wouters. Meester Wouters, ja. Meester Koen eigenlijk dan. Ik ben gestopt met school in 1989, zonder dat mijn ouders er kwaad van werden. En ik deed toen toegepaste communicatie in Mechelen. En ik kwam thuis en ik zei, ja, ik ga dat toch zo laten. We hebben zoveel werk met Clouseau. En ik was toen al bij VTM begonnen, want VTM was toen al 2 of 3 maanden bezig. Ik kan me niet inbeelden dat je vader en je moeder dan zeggen, het is goed, jongen. Ah, wel, ik kon me ook niet inbeelden dat mijn pa en mijn ma zeiden, het is goed, jongen. Maar eigenlijk zeiden ze, ja, dan moet jij ermee stoppen, hè. Dag, schat en bolleke. Ja, maar hey, wij zongen vroeger heel veel toen we hier in de school waren. Ja, maar van vroeger, een lied van vroeger ging over Woutertje. En Woutertje was een heel... Woutertje was... Ja, dat is het. Pizze, wizze, wizze, woek. Piep, klein kaboutertje, kom als ik... Woutertje, Woutertje, piep, klein kaboutertje, pizze, wizze, wizze, woek. Kom als ik roep. Ik heb wel een fantastische jeugd gehad. En dit is gewoon een centraal punt voor heel mijn jeugd. Hier op die koer heb ik heel veel voetbaltoernooitjes gespeeld. Daardoor weet ik ook, als ik op het podium sta, koer is links, jardin is rechts. Ik heb altijd last om dat te onthouden, maar dan stel ik mij op het podium van het cultureel centrum van Ro. En de koer is links als ik op het podium sta. Zo onthoud ik dat, koer en jardin. Vandaag. Tot op vandaag. Ik kom altijd in gedachten hier op het podium staan. De koer is daar, dus Chardin is rechts, koer is links. Allee, bon. Of omdat je een goede piloot bent? Ja, in dit geval allebei. Maar moest ik nu een patat zijn achter te sturen, zou dat ook niet doen. Nee. Okay. Als je nu in de greenbak eindigt, ja? En je wilt eruit geraken omdat je stilvalt, je wilt eruit geraken, probeer het 1 keer, moet niet te overdrijven. Ja? Je wacht tot als je eruit halen. Ja? Je probeert dat steentjes weg te halen en je vertrekt terug. Ja? Tenzij dat je zegt van ik heb damage, ik kruis geef, whatever. Dus ja. dan kom je sowieso binnen. Ja. Thank you.
mensen onderschatten dat. Hè. Dat is een goede subtopper. Maar Koen heeft de laatste 3-4 jaar heel goede stappen gemaakt. Naast een paar toppers, naast Anthony Kuipe, naast Jeffrey van Hooijdonk. Hey! Er gebeurt iets. Laten we hopen dat het niet wagen nummer 5 is. Ik ben nooit zo nerveus geweest in mijn leven als toen Koen de start nam op onze wagen, als we samen op dezelfde wagen reden. Dan was ik bij de start altijd ongelooflijk nerveus. Nerveuzer dan toen ik zelf de stint, een half uur later de stint overnam. Een soort schrik. Ja, dat is heel raar. Dat blijft uw broer, hè. Dus dat is... Na minder dan een uur staat Wouters het stuur af aan de tweede piloot. De leiding van zijn drinkbus is verstopt. Verder rijden is zinloos. Echt op sommige plaatsen gewoon te draaien in mijn hoofd. Dat gaat, maar niet trager te rijden. Ze zijn minder alert voor inhouders. Ik doe dat niet graag. Nou, dus ik heb totaal geen drinken onderweg? Ik heb mijn eigen ongeluk gezogen. Hij is vermoeiend om te zagen. En ook dan wachten fans, foto's en handtekeningen. Ik ontsnap uit de drukte. Zo na 100 foto's krijg ik dat wel. Ik denk van oké. Ik ga even... Vaak is dat toilet. Dat zit meestal op je gemak. Maar als een kindje het bijvoorbeeld vraagt, mag ik eens op de foto met je? Dan is dat heel moeilijk om te zeggen nee. Want mijn kinderen zijn erbij. Ik vind dat een volwassene moet dat snappen. Een kind hoeft dat niet te snappen. Dus dat doe ik sowieso. Goed, uw eigen kinderen snappen het dan ook niet, hè? Nee, maar die zijn zo volop bezig. Een Sita Sava, onze nonen, dat is zo volop bezig om dat, een plaats, om dat te plaatsen, om dat te vatten. Wat is dat juist met onze papa dan? Hè? Ja, maar ja, dat is moeilijk, hè, voor een kind. Dat is echt moeilijk, hè. Is dat iets speciaals? Ja, nee, maar ja, het is wel iets apart. En je moet dat zo, die nuance moeten ze beginnen snappen. Die krijgen allebei hebben ze zo een punt gehad. Ze van ja, wij zijn toch ook een beetje beroemd, hè, papa? En dan moet je uitleggen van ja, nee, maar. Maar ja, dat zit zo en zo in elkaar of wat. Dan moet je proberen te zeggen dat ze niet speciaal zijn, maar dat ze voor u wel heel speciaal zijn. Eigenlijk zeg ik gewoon, dat zal wel iemand zijn die in het Sportpaleis is geweest. Voor het gemak, omdat ze dat konden ze plaatsen. TV, dat konden ze nog niet snappen in het begin. Op Sportpaleis waren ze mee naartoe geweest. En dan een soundcheck en backstage en iets eten en een stukje van het concert. Of op een zondagnamiddag konden ze heel het concert al eens meemaken. Dus als er iemand mij herkende of op de foto, dan zeg ik, ah, die zal wel naar het Sportpaleis geweest zijn. En dan ze snapte dat. Ah, ja, die is daar geweest, dat was veel volk en die wil mijn papa op de foto. Oké. Uw zoon, die wil toch gewoon mee naar hier, nee? Nee. Nee, onze nono, die wil alleen maar de bekers als ik thuis kom. Die is dikwijls ontgoocheld. Ook Francorchamps wordt een ontgoocheling. De tweede piloot zoekt iets te nadrukkelijk de vangrail op. Ze zijn blijkbaar de wagen binnen aan het takelen nu. En ik zag net een fotootje, iemand achter de draad heeft een fotootje genomen. Het rechterachterwiel ontbreekt. Nog een kwartier later crasht ook de tweede wagen van het McLaren-team. Godverdoeme, hè. De 24 uur van Francorchamps hebben minder dan 3 uur geduurd. Dat is kloten, maar dat is autosport. Je kunt dat niet aan doen, je moet dat bij neerleggen. Want er kan altijd iets mechanisch het begeven. Eigenlijk als nu, breekt de wiel af. Ja, dat is gewoon shit. 1000 NVT's, 2 auto's en na 2 uur over en dan. Ja. Plezant is anders, maar ja, zo is het. Ja. En nu, wat ga je nu doen? Nu ga ik zingen. Eindelijk. Iets waar ik niet bij val, niet bij crash, normaal gezien kan ik me niet pijn doen. Gewoon gezond, tof zingen. Ik heb de studio nog bijna niet gezien, dus... Maar ik heb er goesting in. En weet je vooral, ik denk...
te weten wat dat onze eerste single gaat zijn. En dat is gewoon... Dat is gewoon een bangelijk liedje. Ik kom je halen vannacht. Ik kom je halen vannacht. Dat is een klein stukje. Maar het is veel beter dan dat klein stukje. Ik kom je halen vannacht. Ik kom je halen vannacht. En vertel je alles waar ik zo vaak aan dacht. Dit is het heiligdom van Koen en vooral van Chris Wouters. De laatste nummers van de cd worden ingezongen. Pottenkijkers zijn hier doorgaans niet gewenst. Deze gaan we in stukjes moeten opsplitsen sowieso. Ja, maar refreinen en zo zit dat goed, hoor. Muziek is zo'n essentieel onderdeel van zijn leven. Vanaf kindsbeen af al. Dat mijn broer normaal gezien echt geen cameraploegen verdraagt in de studio. Dat is gewoon te belangrijk. Maar we zullen de eindrefreinen nog eens doen, hè, Keune. Maar wat wilde juist van die vannacht? Hij wil dat die M niet te lang is. Kom je halen vannacht. Dat je niet vannacht. Ik kom je halen vannacht. Ah, dat is beter. Je werkt daar maanden aan om dat te schrijven. En prullen aan klankjes en allee, editen noemt dat dan. Jongen, mij gaat het nooit zien. Nooit. Ik ben al lang weg. Ik kan dat niet verdragen. Ik word zot. Ik zeg ook altijd, ik ben geen muzikant. Ik ben een zanger. Ik heb niet veel verstand van muziek, zeg ik altijd. Dat is altijd een beetje overdreven. Ik zal dat nu, gezien mijn coaching in de Voice, zeker niet meer mogen zeggen. Ik heb heel veel verstand van muziek. Maar niet in vergelijking met die gasten niet. Die spreken nog altijd termen uit dat ik nog altijd niet versta. En ik vraag ook niet, wat wou dat weer zeggen? Het zal wel allemaal zijn. Ik zing zo eerlijk mogelijk en zo goed mogelijk. En that's it voor mij. Mag ik dat nu een keer proberen? Gewoon om te proberen, als ik daar geen inspanning op zet, om dan nog zo wat klank te geven. Dat is juist, dat is de truc. Als je die diepte haalt zonder dat je ervoor moet inspannen, gaat dat die ontspanning hebben die je nodig hebt. Ik kijk naar de lucht en zie je gaan. Het vliegtuig verdwijnt in zilveren wolken naar je nieuwe tijd. Ik vond dat op geen klote trok. Kijk naar de lucht. Maar weet je wat? Kijk naar de lucht. We pakken hier wel als moet. Kom, laat ons even iets eten, want ik heb honger. Ja. De gezonde biomaaltijd brengt Koen op ideeën voor de nog onbekende titel van de nieuwe cd. Onvoorwaardelijk wij. Los van dat nummer zou dat een goede titel kunnen zijn. We zouden het wel niet erg vinden als er een titel is dat zegt... Dat iets zegt over ons. Je kunt ook altijd van de 14 nummer, je kunt de nummer eraf gooien en geen 13e nummer op de plaat zetten. En dan zeg je dat 13e nummer hebben we niet opgenomen, maar we hebben er een titel van gemaakt. Jij zegt het is zonde van de tijd dat het stopt na zoveel jaren. Vervult je met spijt. Dat vind ik. Ik vind dat een vreemde song. In je hart wordt het ijzig koud. Want diegene waar jij van houdt. Onze Chris die kent me uiteraard. Allee, wij zingen heel ons leven samen vanaf dat wij een dood groot zijn. Dus die weet zo goed, dat kun jij beter zingen. Maar die weet ook, Keuneke. Dit was gewoon. Dit was het. Je mag niet snel tevreden zijn. Je mag nooit tevreden zijn. Maar met zoiets moet je tevreden zijn. Dat is gewoon supergoed. Ja, maar soms luister je terug naar iets. Ja, je hebt het juist gezongen of je zei het zelfs aan het zingen. En je hoort dat je het idealiter zou willen doen. En je krijgt dat niet gezongen. Omdat je beperkt bent. Ja, nee, dan moet je vier van je andere jobs laten vallen. En tijd nemen om elke dag 2 uur te zingen en te oefenen. Ah nee, en dan kun je dat wel zingen. Dat is niet waar. Dan nog. Nee, dan nog. Er zijn
zoveel zangers, zangeressen die veel meer naturele flair hebben met zingen dan ik ooit zal hebben. Ik moet mijn best doen om echt goed te zingen. Ik moet naar de zangles gaan. Maar dat neemt niet weg dat ik een hele goede zanger ben voor Clouseau. Dan mogen er veel proberen te zingen. Ze. Ja, maar hierover ben ik wel tevreden. Maar je hebt veel beter zangers. Het komt erop neer. Niet voor Clouseau. Ah, wel, ja, voilà. Jij zegt het is zonde van de tijd dat het stopt na zoveel jaren, vervult je met spijt. Ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen. Dat vind ik, dat is een fantastische zin ook. En dan die draai dat dan nummer. Ja, de drive dat. De toets noemt het een blues. Toets zei hij mij vroeger, je moet mee naar Ray Charles gaan, zegt hij. Dat is een nummer voor Ray Charles. Ik dacht bij mezelf, hoe kan ik naar Ray Charles gaan? Maar ik durfde hem niet vragen. Toets, we zouden geen niet gaan. Ja, hij had het kunnen. Maar het was een van zijn lievelingsmelodieën van mij. Omdat het een blues is. Dat is een echte blues. De koning en de kroonprins van het Vlaamse lied worden bijgezet in de eregalerij van Radio 2. Tura voor een hele carrière, Wouters voor één nummer. Dat is een muzikant, een artiest puur sang. Ik vind dat een topper. Ik ben fier als ik daarbij sta. Nog altijd. We hebben elkaar nu toch al dikwijls gezien. Ik heb altijd zoiets van, ik sta je liefste wil Tura. Hè? Ik bedoel, dat is zo'n beetje net die Merckx tegengekomen. Dat denk ik ook altijd van mijn melk. Alle Wilde, we hebben eindelijk eens een trofee gekregen, hè, man. Dat moet toch deugd doen na zoveel jaar. Na zoveel jaar. Ja, zo'n erkenning. Zo'n erkenning, dat is tof, hè, jong, dat je dat krijgt. Er wordt mijn juiste vraag gesteld. Of dat kik, hoe oud zijn je nu? 74. 74. Of dat kik dus binnen, wat is dat, iets minder dan 30 jaar, daar nog staaglijk als jij. Ten eerste, ik zou ervoor willen tekenen, want ik pak je als voorbeeld, hè, nog lopen. En, maar ik zou nu denken, nee, ik ga dat niet meer doen dan. Dacht jij dat ook 30 jaar mee? Ja, ik heb nooit gedacht dat het zo lang zou meegaan. Maar jij gaat het ook nooit denken. Je gaat gewoon doorgaan. Je bent bezig. Je gaat door. En er komen altijd nieuwe elementen die te maken hebben met je talent. En die koester je altijd. En de dingen die je best kent, blijf je doen. Ja. En de jaren vliegen voorbij. Ja. En voordat je het weet. Voordat je het weet. Staat er dan nog altijd. Ja, staat er nog altijd. Ja, dat zou ik niet kunnen missen. Dat denk ik dan ook. Nee. Ik hoop niet dat ik het is. Je hebt toch wel een paar jaar kunnen loslaten. Maar je zet toch ook terug. Ik heb een jaar of 10 gestopt omdat ik stripjes wou maken. Maar ik heb nooit gevoel dat ik stopte. Nee, ze zei ja. Zo echt voor een zaal staan. Als ik nu in Holland zit en ik zie twee lege plaatsen, dan zeg ik, ja, er zijn ondertussen al uw Vlaamse fans gestorven. Zo kunnen dat opvangen. Clouseau wordt vereeuwigd voor Daar gaat ze. En dat ging zo. Jongens. Dan slag niet aan mijn stem, zeg. Ben ik nu al te horen? Voor u? Nu wel? Nog niet? Het was nogthans goed begonnen. Echt, de start was werkelijk adembenemend mooi. Ik was er zelfs niet goed van. Ik vond het al vreemd dat er zo weinig reactie was. Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Het blijft, zeker voor Koen, een onvergetelijk, ja, zelfs historisch nummer. Daar gaat ze. Is het ergste wat ik ooit ingezongen heb. Verschrikkelijk. Dat was het enige nummer dat ik kon zingen in de studio, omdat al de rest te hoog was. En Daar gaat ze is echt niet hoog. Hè? Al de rest was te hoog, want ik was 3 dagen en 3 nachten op stap geweest.
En ik was tot. Ik laat ze, zolang ze maar met mij mijn lakens deelt. Hij heeft jarenlang verteld, ja, ik was speciaal 3 nachten uit geweest omdat ik vond dat dat wat schor moest klinken, maar dat is bullshit. Hij was gewoon niet beter dan dat, hoort gewoon echt een kapotte stem. En we hebben toen een paar songs geprobeerd van oké, we moeten ons plaat inzingen, maar dat nummer, dat gaat niet, dat is te hoog. Die song, ja, dat gaat ook niet, dat is te hoog. Ah, misschien daar gaat ze, dat is nog niet te hoog. En dan heb ik gehoord, die stem, dat was een ramp. Dus ik ga achter die microfoon staan en ik zing, daar gaat ze. Niet omdat ik zo'n stem heb, want ik heb helemaal zo'n stem niet. Dus het was niet seksueel, het was gewoon doorzopen. Het was gewoon doorzopen, ja, door feest, door vuift. Want ik dronk geen alcohol, maar ik rookte toen wel. Dat is gewoon niet goed gezongen. Maar ik denk er niet aan. Loop naar de maan. Daar gaat ze. Goedenavond allemaal. Waar is de tijd dat ik een podium opkwam en dat iedereen spontaan in een applaus uitbarstte? Op een catwalk in Mechelen defileert de najaarscollectie van Histoire de Femme, de kledingzaak van Valérie de Bozer. Daarachter, Alicia mag achterhoren. Valérie en Koen zijn al 10 jaar samen. 8 jaar getrouwd, met een dochter van 9 en een zoon van 7. Omdat de Bozer meer wilde zijn dan alleen maar mevrouw Wouters, begon ze 5 jaar geleden met een eigen zaak. Ik ben eigenlijk al van heel jongs af aan, heel zelfstandig. Mijn ouders hebben dat, alleen zijn zelf commerçant geweest en ze hebben dat zo ja, met de paplepel ingegeven, zou ik maar zeggen. En ja, ik vind ook dat ik te jong ben om van een man af te hangen. Of dat zit ook niet in ja. Maar nee, dat zit niet in. Als je weet dat er altijd iemand op u thuis wacht, ik vind dat verschrikkelijk. Ik ben zo blij dat ze daarvoor gekozen heeft. Ook al heeft dat soms in de praktijk de dingen niet vergemakkelijkt. Maar nee, echt waar. Ik ben dan fier op haar dat ze dat gedurfd heeft. Dat ze dat kan. Dat ze ook voor die route kiest. Je moet ook wel werken voor te leven en niet leven om te werken. Nu leven jullie om te werken? Nee, niet. Nee, in periodes. Hij zo niet, maar ik moet er soms wel mee opletten. Hè? Nu is het verbeterd, maar nee. Werk je harder dan hem? Ja, soms wel zo. Maar mag ik aan die? Ja, jij mag ook voor dat altijd makkelijker. Jij bent een tijd lang huisman geweest, hè? Ik heb een tijd meer thuis kunnen zijn dan van. Dat is. Maar ja, daar tegenover staat dan weer dat zij bijvoorbeeld veel avonden thuis was en ik veel minder. Dus dan nog is het eigenlijk een opsplitsing. Alleen, je moet ook zien dat je samen ook thuis bent. En dat je samen met z'n vieren dingen kunt doen. Hoe laat dat? Het is nog voor 8:30. Het is nu nog voor 8:30? Ja. Het is nog maar 8:30. Dan zullen we nog een beetje moeten blijven, hè, schat? Ja. Ik kom bij Omi. Bij Omi zit hier. Zeg, wat vond je ervan? Super! Ja? Mama. Nee, Nono, hier blijven alsjeblieft. Nono Bond. Wie is er de baas in huis? Ik. Toch? Voor wat spreken we? Wie is er de vent in huis? After all it takes for us to be two. And me, the groom, and my friend.
friends are gonna try to move your feet. You see, I am on the mic and I'd like to say hello. To the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. But first, I gotta bang bang. The boogie to the boogie, say up jump, the boogie to the bang bang, boogie let's rock. You don't stop, rock the rhythm and I make your body rock. Well, so far, you heard my voice, but I brought two fans along. And next on the mic is my man Hank. So come on, Hank, sing that song. Check it out, you man. Sing that song, dat komt er dan ook nog in. Ik heb ooit vastgelegd een keer in een tijd op Mariaps een stuk, we gingen dat met z'n drieën doen, een stuk moeten van buiten leren. Ik heb er nog een weekend naar Barcelona mee gewonnen. Ik heb die reis nog weggegeven. Eén dag na de lancering van de nieuwe single nemen Koen en Chris Wouters de bijhorende videoclip op. De grote comeback is nu al geslaagd. Ik vind het inderdaad geen comeback. Er zit nu 4 jaar tussen dit album en het vorige album. Tevoren zat er altijd ook 3 jaar tussen. Al is 2, maar meestal 3. Dus die zijn maar een jaartje langer. Het grote verschil is dat we ondertussen niks gedaan hebben met Clouseau. Dus sinds onze Sportpaleis-shows in 2010 hebben we geen radio meer gedaan, geen tv-promo, geen interviews samen. We zijn eigenlijk even weg geweest voor het oog van de mensen. Heel veel mensen hebben dat toen geïnterpreteerd of waren bang van dat we zouden stoppen met Clouseau, maar er was totaal nooit sprake van geweest. Het was wel zo, we zien wel wanneer we nog terug een plaat maken, maar we wisten allebei dat dat nooit heel lang ging duren. Koen heeft ooit wel in de gekke periode, toen hij echt dag en nacht belaagd werd en dat gewoon niet meer leuk was, is hij wel eens een kleedkamer binnengekomen. Zo, toen waren we nog met z'n vijven, hoor. Zo van, mannen, ik stop ermee, dus het is niet meer tof. En dan hebben die daar wat op ingepraat en dan deed hij toch weer verder. Maar dat was enkel door het gedoe eromheen. En dat is nooit fundamenteel geweest. Nooit fundamenteel, dat denk ik niet. Zo is geen, dat is geen must, hè. We hebben al zoveel meer bereikt dan dat we ooit hadden durven dromen of denken als we hier als bendeken zijn begonnen. Dus die gaan me nooit van zijn leven niet kwalijk nemen als ik zeg, witte, ik heb het gehad, ik stop ermee. Nooit, nooit van zijn leven niet. Ik denk dat wij elkaar een keer goed gaan omhelzen en dat hij een soloplaat gaat maken. Hè. Kan de een ooit iets doen zonder de ander? Koen zegt altijd, als ik iets doe, dan is dat de Chris die iets anders doet. En als hij iets doet, is dat toch Clouseau. Omdat hij dan zingt en de mensen kennen zijn stem en... Het is voor hem heel, heel moeilijk, denk ik, om iets zonder mij te doen en dat niet als Clouseau te laten kwalificeren. Omdat dat, vanaf hij begint te zingen, is het Clouseau natuurlijk. En als er een van de twee zin heeft om te stoppen, dan zal Clouseau ophouden met te bestaan. Dat is eenvoudig. Vier weken later volgt ook de voorstelling van de nieuwe cd. Traditioneel in zaal Eldorado in Humbeek. Een andere traditie wil dat elke cd-voorstelling ook een officieus familiefeest is. Dat is een van mijn lievelings van de cd. Ligt ons gewoon omgaan. En ik zoek steeds opnieuw. We houden nogal vast aan locaties en ook aan wie is daar dan aanwezig. Dus onze ouders zijn uitgenodigd, vrienden, andere broers, zusters. Beetje familiefeestje. Het is niet echt een familiefeestje, maar dat is gewoon tof. Dat voelt ook veilig en plezant dat die daarbij zijn. Zo. Je kijkt rond en hey, er staat een die ik ken, dat is gewoon geestig. Lieve, nu zie ik je lieve. Niemand is jaloers van iemand anders. Iedereen heeft op zijn manier het gemaakt in het leven. Alleen gewoon zijn er weggegaan. En wij zijn altijd blij dat we er gewoon kunnen bij zijn. Zonder mee. En dat is vooral ook door onze ouders. Dat we allee, als de 6 kinderen relatief goed aan elkaar hangen. Hè. En dat zangtalent hebben we dan wel van onze ouders. Van onze ouders zelf. Als iemand één toon begon, dan sprong iemand anders in de tweede stem in. Als het zomer was, dan was er... een beurtrol van wie dat in de keuken de afwas moest doen. En dan stonden wij dikwijls met 4 man, met ons moeder bij. En dan zongen wij 4-stemmig ABBA, maar net zo makkelijk kerkliederen. Alles draaiden wij erdoor. Meer stemmig iedereen in onze familie eigenlijk.
De een al wat beter dan de andere, maar kan zo wel zingen. Ja. Dat vierstem, ik ben mee akkoord. In zijn geval, de afwassen, dat mogen we er eigenlijk wel uitknippen. Want Chris en Koen hadden altijd wel een reden... om niet te moeten afwassen. We hadden dus afgesproken dat we alleen de nieuwe nummers van de nieuwe cd zouden instuderen. Voor de rest hebben we niks gerepeteerd. Het is gewoon 3 jaar geleden. Deze ken ik nog. 'S morgens vroeg, ik breng het ontbijt naar de kamer. Ik weet het nog, ik weet het nog. Er is nog donker en jij ligt nog aan het slapen. Ik voel dat hij gewoon met heel veel plezier muziek staat te spelen. En ik denk ook wel dat de mensen dat aanvoelen. Je ziet gewoon dat geluk straalt eraf. Ze spelen zo graag muziek. Ja, dat is een deel van hun leven, gewoon, dat zit in hun genen. Het is lang geleden. Het is lang geleden. Ja, ja, het is lang geleden, maar ik ben er wel al een tijdje mee bezig. Hè. Dus ik ben alleen mijn kinderen al heel lang naar de nummers aan het luisteren. En hij heeft ook al een paar keer voor ons zo gezongen. En dus, hij zingt thuis gewoon in de living? Nee, gewoon in de auto en op vraag van de kinderen zo is. Hè, ja. Of dan doen ze mee. En, ja, die zijn er eigenlijk nu veel meer bij betrokken dan vroeger. Voor de eerste keer. Ja, dus dat is wel heel leuk. We waren nu juist aan het evalueren. Ja. Ah ja, kom, laten we dat maar stoppen. Dat je toch een beetje nerveus was. Ja, van mijn teksten, jong. Dat is iets anders. Hè. Je kunt dat 1000 keer in je noten... Nee, want ik had dat 10 jaar geleden ook. Ah. En ik heb er harder aan gestudeerd, maar... Dan komen er toch momenten dat je juist weer... Je kijkt op iets anders of je... En als je komt... Ik heb maar één keer heb ik het. Ja. Dat ik moest weg. Ja, ze hebben het niet gemerkt. Ik merkte, maar ze hebben het niet gemerkt. Ik heb het wel mee. Als er nu nog één ding is dat ik ambieer, meer dan anything else, is het eigenlijk gewoon om een goede vent te zijn van mijn vrouw en een goede pa van mijn kinderen. Maar dat is redelijk... Ja, zoals iedereen, denk ik. Life's been good to you, hè? Life's been good to me is nog zacht uitgedrukt, eigenlijk. Hè. Ik weet nog dat onze pa altijd zei... God schiep de dag en Koentje liep erdoor. Denk ik altijd... ja, ik heb eigenlijk... ja. Zondagskind. Well, it's another warm day in the city of Cold. Zo liep ik hier 40 jaar geleden ook. They all just play the part of who they are. Dag meneer. And you seem like someone who could appreciate the fact that I'm no ordinary man. Op 100 meter van voetbalvelden waar ik heel mijn jeugd heb gespendeerd. Op 30 meter van de plaats waar ik het allereerste optreden heb gegeven bij Clouseau. Op 50 meter van de school waar ik heel mijn jeugd heb gespendeerd, of toch de lagerschool. En op 400 meter in vogelvlucht van mijn geboortehuis. Deze eik heeft een terechte plaats gevonden. Alsof dat hier niet genoeg regent in ons land.